Ik zeg niet dat de EK was gehaald, maar ja, we hadden wel wat meer punten gehaald. Why? We know. It's, I think, impossible to play 95 minutes at the way how we play in the first 45. Ja, Southampton was, ja, zeg maar 6-7 jaar geleden failliet verklaard en werd teruggezet naar League 2. Nou ja, en nu is Southampton al voor het derde jaar, zeg maar, in de Premier League. Ja, en doet het fantastisch. We spelen goed voetbal. We winnen van grote clubs. We zijn moeilijk als team te verslaan. En dat is ook heel positief. Ja, als je in Barcelona gewoond hebt en je woont in de buurt van Amsterdam en je hebt in Lissabon gewoond en je komt af en toe in Londen, dat is een uurtje en 20 minuten met de trein. Ja, dan is Southampton typisch Engels. Is niets bijzonders. Ik zeg ook altijd het voetbal en de supporters en de club, hoe je kunt werken, maakt alles goed, laat ik het zo zeggen. Ik wist dat het de grootste havenstad van Engeland was. Ik wist dat de Titanic hier was vertrokken, maar er is weinig nou, echt uitgaan en zo, een uitgaansleven. Hebben ze wel hoor, maar ja, het is ook met 200.000 inwoners. Maar ja, in Eindhoven kan je beter uitgaan. Denk ik, hè Len? Amsterdam. Ja, oké, okay, nee, niks komt tegen Amsterdam op. Lopen hier op straat de eerste keer. Nou ja, in Oxford Street, dat is hier de uitgaansstraat met restaurantjes. Iedereen, niemand weet wie Ronald was. Dat was wel heel leuk. Ja, dat was wel in het begin. Heel, wij keken elkaar aan. Oké. Echt ook heel cool allemaal, hè? Heel nuchter. Maar daar, toen dat begon te lopen en ze wonnen. Nou, de laatste keer kwam Ronald de Oxford Street in en toen ging iedereen staan applaudisseren. En ja, dat was geweldig. Staande ovatie. Ik kreeg die echte staande ovatie. Dus dat is ook in één keer van zo omgeslagen. Van nu weet iedereen wie Ronnie is. Ronald, kom aan. Ze zien nog niet zo paparazzi-achtig. Nee, nee, het is in Londen denk ik erger. En ze zijn hier, ik vind ze wel hier vrij nuchter, toch? Heel aardig allemaal. Ja. Wij zijn nog relatief een kleine club in Engeland. Als jij dat vergelijkt met een West Ham United, met Everton. Newcastle United, dan kan ik er misschien nog 2-3 opnoemen. En heb ik het niet eens over de top 6. Ja, dat zijn grotere clubs in principe dan Southampton. Ja, om op Wembley te spelen voor de League Cup of de FA Cup zou het hoogtepunt zijn, denk ik. Ja, ook als trainer, toen ik trainer was bij Ajax, PSV. Feyenoord was anders, maar dat je naar Engeland gaat om Champions League wet tegenstanders te bekijken. De hele sfeer, hoe je naar het stadion toe loopt. Het respect wat je krijgt als iemand die wat bereikt heeft in het voetbal is enorm. Dus dat heeft altijd wel bij mij in mijn hoofd gezeten. Van, ja, als ik toch een keer de kans krijg, dan vind ik, zou ik dat wel willen. En ook al van jongs af aan keken we naar de FA Cup finale op zaterdag op Wembley. En ja, dat vond ik echt fantastisch om naar te kijken. Dus Engeland heeft mij altijd enorm getrokken in het voetbal. En ja, toen ik de kans kreeg, toen stond ik daar absoluut wel voor open. Ik
werken nu samen. En ik heb ook het gevoel dat het samen is. En ik voel mij ook helemaal niet dat ik de boss of de baas van Erwin ben. En dat is ook alweer het mooie dat je nu samenwerkt. Dan merk je ook wel weer wat je gemist hebt in de periode dat het niet zo was. Want ja, dan was je allebei druk in de voetballerij. En ik zat ook wel in het buitenland. Erwin heeft in België gezeten. En later als trainer ben je druk. Dan bel je wel met elkaar, maar je ziet elkaar eigenlijk veel te weinig. Ik ben de oudste qua leeftijd, dat klopt. Ik ben 54. Nou ja, dat mijn jongere broer de baas is van mij. I don't care. Het is alleen jammer dat onze vader dat niet heeft mee kunnen maken. Dus, maar ja, die kijkt van boven mee. En dat was een droom, wat gebeurd is. Dus dat is in ieder geval, we hebben zijn droom vervuld. En de familie is gewoon trots. Voor ons is het ook een hele belevenis dat ik met mijn schoonzus en mijn zwager hier continu ben. Ja, en als we dan hier met z'n allen zijn, dus ook mijn neef en mijn nicht, Len en Wendy, dat je elkaar dan, ja, gezellig hier elkaar weer ziet in Southampton. In Nederland zijn we toch allemaal druk, maar hier ben je dan toch even weer met elkaar en dat is wel heel leuk voor de familieband. En hij zei dat hij met Ronald ging werken. Dacht ik eigenlijk, oh leuk, dat komt het er eindelijk van. Want ze waren nou allebei vrij, nou kon het ook. Dus ze hadden het er eigenlijk al eerder over gehad. Ja, eigenlijk wilden ze volgens mij het Nederlands elftal doen, maar dat liep anders. Als Ronald bondscoach was geworden, dan weet ik niet of het anders was gelopen. Ik ben blij dat hij dit in ieder geval niet hoeft mee te maken. Wat Danny nou meemaakt. Ja, we hadden wel wat meer punten gehaald. Ja, dat denk ik. Ik weet het niet zeker. Maar ik zeg niet dat de EK was gehaald. Maar we hadden meer punten gehaald. En dan was je al heel gauw bij Frankrijk geweest. Hè? Want er waren meer landen die de kans krijgen. Ik geloof in totaal 24 landen. Ik denk dat deze club een goede structuur heeft. Jeugdopleiding. Het gaat niet alleen om de wedstrijden, maar het gaat ook om de reizen. Ja, we krijgen nu weer een krankzinnig programma in december. Niet alleen wij, natuurlijk iedereen. Ja, je moet fit zijn. En ik denk dat in Engeland, ook bij de jeugd, meer nadruk wordt gelegd op het fysieke. Ik wil niet zeggen dat dat voor de jeugd altijd goed is. Maar ik denk dat ze wel onder grotere weerstanden de opleiding krijgen hier. Plus het feit... In Engeland kan iedere club in de Premier League kan goede spelers kopen. Dus dat houdt automatisch in dat het niveau omhoog gaat. Het budget van de club is iets meer als 110 miljoen pond. Vanaf volgend jaar gaat het nieuwe televisiecontract weer in. Het budget van Southampton normaal gesproken gaat van 110 naar 140, 150 volgend jaar. Nou ja, dat... Dus het wordt steeds meer. En in Nederland wordt het steeds minder. Dus ja, die afstand wordt steeds groter. En dat is niet meer in te halen. Ja, ik zit in het trainingspak, dat klopt. Omdat ik ook tijdens de warming-up aanwezig ben op het veld. En dan doen we ook een positiespel of ik doe wat paas en trapvormen met spelers als ze erom vragen. Maar ik denk dat het in Engeland ook vrij normaal is dat trainers in hun trainingspak zitten. Ook de managers, sommige managers. Ronald dan niet, maar er zijn een aantal die ook in een trainingspak zitten. En ik vind het comfortabel. In de rust, als wij een wissel toepassen, dan ga ik ook nog met de wisselspeler naar buiten om wat paas- en trapvormen te doen. En dat vind ik zelf ook lekker om te doen, dus dat komt goed uit dan. Maar in het begin was het denk ik voor een aantal mensen in Nederland vreemd dat ik in een trainingspak zat. Maar ik heb me er altijd goed in gevonden en dat blijft ook zo. Half, ja. Zal jij het eten? Eigenlijk die dure wijn bestellen dan. Nee, die is goed.
Van Johan Cruijff hoorde ik het. Ik zag het op internet. Ja, daar schrok ik wel van. Natuurlijk weet je dat. Dat leeftijd op een gegeven moment oploopt. En ja, Johan is ook. Tegen de. Achter in de 60, dacht ik. Maar ja, het moment dat je dat leest, longkanker, schrik je. En dan denk je daarover na. En. Ja, dat is natuurlijk geen leuk nieuws om te lezen. Voor mij heeft hij betekend dat hij mij meegeholpen heeft. En ja, om een goede voetballer uiteindelijk het maximale uit mijn carrière te halen. En het maximale uit mijn kwaliteiten te halen. En daar had hij bepaalde technieken voor. En daar had hij bepaalde trainingen voor. Maar ook heeft hij mij wel laten zien hoe die ook als mens is. Want heel veel mensen hebben een bepaalde indruk van grootheden. Maar Johan Cruijff is gewoon een aardige vent. Een leuke vent. En het is veel meer dan een trainer voor mij geweest.